Waarom zitten je hersenen in je hoofd? Goeie vraag. Is het niet vreemd dat al je vitale organen in je buik zitten, behalve je brein? Dit is overigens niet alleen bij mensen het geval, ook bij bijna alle andere diersoorten is het zo. Waarom is dat dan eigenlijk? Dat begon bij een heel verre voorouder van ons, een soort mini-wormpje. Dit wormpje bestond uit een romp met aan de bovenkant het primitieve brein en de mond en aan de andere kant een anus verbonden met een darmkanaal. Het brein zat aan de voorkant en kwam dus als eerste in contact met voedsel, maar ook met gevaar en andere prikkels. En zo kon die voorouder van ons sneller en beter reageren. Dit basisbouwplan is sindsdien eigenlijk niet meer veranderd, hoewel je soms wel eens denkt